Met gemiddeld 1,2 miljoen treinreizen per jaar is het Nederlandse spoornetwerk één van de drukste binnen Europa. Een logistieke uitdaging die wij als ProRail samen met onze vervoerders dag in dag uit aangaan. De veiligheid van onze vervoerders en partners staan hierbij hoog in het vaandel. Om de veiligheid te waarborgen zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Een van die veranderingen is van toepassing op het huidige stopbord, ook wel S-bord genoemd. Daarnaast is er een compleet nieuw bord geïntroduceerd, het O-bord. Bij dit bord dient de machinist een opdracht uit te voeren. Ten slotte wordt er extra aandacht aan de veiligheidscommunicatie gegeven. In deze instructievideo gaan we dieper in op het vernieuwde S-bord, het nieuwe O-bord en de veiligheidscommunicatie. In de praktijk is gebleken dat de huidige S-borden soms over het hoofd worden gezien of verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom hebben de S-borden een visuele transformatie ondergaan om de attentiewaarde te verhogen. En hebben we de O-borden gemaakt om de interpretatie te verbeteren. We hebben ook gekeken naar de positionering van de borden. Net als bij een lichtsein wordt ook het S-bord maar aan één spoor toegewezen. De nieuwe S-borden zullen op duidelijk zichtbare plekken worden geplaatst. Dit in combinatie met de nieuwe layout en de unieke nummering zal het aantal STS-passages drastisch verminderen. Wanneer u een niet centraal bediend gebied binnenrijdt, komt u een S-bord tegen. Wanneer u een S-bord nadert, dient u ten alle tijde te stoppen en contact op te nemen met de treindienstleider. Hier zien we de layout van het nieuwe S-bord. Het S-bord heeft rode diagonale banen om de zichtbaarheid te vergroten. Onder het S-bord hangt een bord met daarop de naam van de functionaris. Onder de naam van de functionaris vindt u een uniek seinnummer, wat toegewezen is aan het S-bord. Hiermee kunt u uw plaatsbepaling duidelijk maken aan de treindienstleider. Binnen het niet centraal bediend gebied kunt u ook O-borden tegenkomen. De layout van het O-bord is wit met een zwarte O. Om het onderscheid duidelijk te maken tussen het S-bord en het O-bord is ervoor gekozen om geen diagonale rode banen op het O-bord te plaatsen. Onder het O-bord hangt een bord met daarop de uit te voeren opdracht. Wanneer u een O-bord tegenkomt, dient u de opdracht uit te voeren, alvorens u het bord mag passeren. Bij het binnenrijden van een niet centraal bediend gebied, in combinatie met een overweg, komt u een combinatie van het S- en O-bord tegen. Bij een combinatie van het S- en O-bord ziet u enkel het S-bord, met daaronder de naam van de functionaris en de uit te voeren opdracht. Deze opdracht dient u, nadat u contact hebt opgenomen met de treindienstleider, uit te voeren alvorens u het bord mag passeren. Ook worden de tekeningen waarop de O- en S-borden komen te staan, geactualiseerd. Wanneer u een O-bord tegenkomt, dient u als volgt te handelen. Om de nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen is er hernieuwde aandacht voor de veiligheidscommunicatie met daarin algemeen geldende gespreksregels tussen de machinist en treindienstleider om de communicatie tussen beiden te bevorderen. Een machinist dient voor ieder S-bord te stoppen en contact op te nemen met de treindienstleider. De treindienstleider geeft wel of geen toestemming om het S-bord te passeren en vertelt de machinist welke vervolgprocedures moeten worden verricht voor het veilig bereiden van het achterliggende spoor. Dit geldt voor alle S-borden. Het is dus niet toegestaan om in één keer toestemming te geven meerdere S-borden te passeren. Als een machinist een niet centraal bediend gebied binnenrijdt, is het van belang helder te communiceren met de treindienstleider. Onduidelijkheden en spraakverwarringen kunnen de veiligheid op het spoor in gevaar brengen. Om die reden is de veiligheidscommunicatie opgesteld. En dat zijn gestandaardiseerde regels die gelden tijdens de communicatie tussen machinist en treindienstleider. Dit alles om verwarring te voorkomen en de veiligheid op het spoor te vergroten. Wanneer u als machinist een S-bord tegenkomt, dient u contact op te nemen met de treindienstleider, waarbij de veiligheidscommunicatie in acht wordt genomen. Een gesprek verloopt dan als volgt. Hier treindienstleider Westhaven, over. Hier machinist van trein 91855. Ik sta op spoor 98 voor S-bord 110.
en wil graag toestemming om op te rijden naar spoor 5161. Over. Ik spreek met de machinist van trein 91855. Ik spel 91855. U staat op spoor 98. Ik spel 98. Voor S-bord 110. Ik spel 110. En u wilt oprijden naar spoor 5161. Ik spel 5161. Machinist van 91855. Ik spel 91855. U heeft toestemming om S-bord 110, ik spel 110, te passeren en op te rijden naar spoor 5161. Ik spel 5161 en u zich daar binnen te melden. Over. Hier de machinist van trein 91855. Ik heb toestemming S-bord 110 te passeren en op te rijden naar spoor 5161 en meld mij daar binnen. Sluiten. Dit is hoe een gesprek tussen een machinist en een treindienstleider dient te verlopen wanneer hij toestemming krijgt een S-bord te passeren. We gaan nu dieper in op de veiligheidscommunicatie. Luister voor u gaat spreken of er geen gesprek gaande is, behalve in een noodgeval. Bij aanvang van het gesprek is het van belang vast te stellen of de juiste gesprekspartners berichten met elkaar uitwisselen. Laat elkaar uitspreken, door elk bericht te beëindigen met de uitdrukking over. Het laatste bericht wordt afgesloten met de uitdrukking sluiten. Dit is machinist van trein 91855. Over. Machinist van trein 91855. Ik spel 91885. Hier de trein is naar de Westhaven. Over. De afzender dient het herhaalde bericht te bevestigen met de uitdrukking correct. Of fout, ik herhaal, wanneer het bericht onjuist wordt herhaald. Vermijd daarbij ontkenningen. Dit is de machinist van trein 91855. Over. Machinist van trein 91855. Ik spel 91885. Hier de trein is Leider Westhaven. Over. Fout. Ik herhaal. Dit is de machinist van trein 91855. Over. Ik spreek met de machinist van trein 91855. Ik spel 91855. Over? Correct, over. Vervolgens is het van belang de plaatsbepaling kenbaar te maken. Dit gebeurt via de vaste infrastructuur, baanvak, kilometrering, spoornummers, wisselnummers of seinnummers. Bij het vernieuwde S-bord staat dit nummer duidelijk aangegeven onder het bord. Dit is machinist van trein 91855. Over. Machinist van trein 91855. Ik spel 91855. Hier de trein is Leiden Westhaven. Over. Ik sta op spoor 98 voor S-bord 110 en wil graag toestemming om op te rijden naar spoor 5161. Over. Machinist van trein 91855. Ik spel 91855. U staat op spoor 98. Ik spel 98. Voor S-bord 110, ik spel 110. En u wilt toestemming om op te rijden naar spoor 5161. Ik spel 5161. Over. Correct, over. Vervolgens zal de treindienstleider controleren of de spoorbaan vrij is voor een veilige doorgang. Hij kan dan doorgang goedkeuren met de uitdrukking toegestaan. Of afkeuren met de uitdrukking stoppen. Ook kan hij ervoor kiezen de machinist te laten wachten en later opnieuw op te roepen met nieuwe aanwijzing. Dit gebeurt met de uitdrukkingen wacht en ik roep u later opnieuw op en aanwijzing voorbereiden. Machinist van trein 91855, ik spel 91855. U staat voor S-bord 110, ik spel 110. Over. Correct, over. Machinist van trein 91855, ik spel 91855. Aanwijzing VR voorbereiden. Over. Hier de machinist van trein 91855. Ik ben klaar voor de aanwijzing en voorzichtig rijden. Over. Machinist van trein 91855. Ik spel 91855. Moet voorzichtig rijden met een snelheid van maximaal 20 km per uur. En dit in de houttrakpolder ter hoogte van kilometer 5.0 in verband met hulpverleners langs het spoor. Over. Ik herhaal, de machinist van trein 91855. Ik moet voorzichtig rijden met een snelheid van maximaal 20 km per uur in de houttrakpolder
ter hoogte van kilometer 5.0 in verband met hulpverleners langs het spoor. Over. Correct. De machinist van trein 91855, ik spel 91855, heeft toestemming S-Sport 110, ik spel 110, te passeren en op te rijden naar spoor 5161, ik spel 5161 en zich daar binnen te melden. Over. De machinist van trein 91855, ik heb toestemming S-Sport 110 te passeren en op te rijden naar spoor 5161 en meld mij daar binnen. Sluiten. De machinist bevestigt zijn toestemming aan de treindienstleider en sluit het gesprek af met de uitdrukking sluiten. Houd de gesprekken kort en zakelijk, om de communicatiemiddelen maximaal ter beschikking te hebben voor alle toegelaten gebruikers. Het is van belang dat deze berichtenstructuur ten alle tijde wordt gehanteerd. Spreek elkaar erop aan wanneer dit niet gebeurt. De veiligheidscommunicatie voorkomt onduidelijkheden en daarmee ongelukken. ProRail doet er alles aan om de veiligheid op het spoor te vergroten. De nieuwe S- en O-borden maken daar onderdeel van uit. De nieuwe layout van de S-borden moet ervoor zorgen dat deze beter worden opgemerkt door de machinist en de treindienstleider. Het is uiteindelijk aan de machinist om correct te handelen. Het toepassen van de veiligheidscommunicatie is cruciaal in deze en geldt voor alle partijen. Op deze wijze verminderen we de STS-passages om zodoende ongelukken te voorkomen.